Con de somo España. Nee, 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 nee. Hey Dilo, we zijn iemand vergeten, joh. Ryan. Oh, dat meen je niet. Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Heel echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brian Vlogs. In je koffiekom, ja, we kunnen er wat van. Wat daaruit? Gelijk techniek is er. Hij moet aan het kijken waar het geluid vandaan komt en zo. Kom, wacht eens. Milo. Kom. Die gozer loopt elke keer weg. Nee. Liep hij nou weer terug die kant op? Of? Volgens mij heb ik hem wel gezien. Heb jij hem gezien? Ja. Dankjewel. Dankjewel. Waar is hij dan, joh? Waar is hij dan? Dan wordt hij wakker. Hij is groot, hè? Ja. Dat is Bilo's schoen. Dan moet je even aan ruiken. Ga eens even aan ruiken. Nee. Aan zijn teen. Hé, hé, hé. Kan niet. Hij staat aan, hè? Niet doen. Kom. Nee, joh, gek. Nee, nee, nee. Kom. Ik ga wel rijden. Nee, joh, dat is niet van ons. Dat is een echte. Jongen, 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 jongen. Wat een gozer, hè? Of zullen wij zijn jongen, jongen. Hé, 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 hé. Hier is die. Kom. Kom. Waar was je dan? Als het maar goed gaat. Wow. Kom dan. Ja, wat erin. Ja, moet je even wachten. Ja, wacht dan eventjes. Kijk uit, hij gaat kapot, hij gaat kapot. Ja! Oh jee, ik denk niet dat het nu vaak gaat. Ik ga nog een keer. Nee joh. Nee, eentje. Kom, we moeten gaan. Nog eentje. Nog één keer? Zeker weten? Kan, zou hij nog een keer kunnen? Ja, ik krijg hem heel moeilijk eraf namelijk. Kijk eens, dan gaat hij nog een keer hoor. Kijk eens, King Arthur. Ik ga sterk. Hij is sterk hoor. Hij weer wel. Kijk eens. Leg me maar neer. Au. Oh, wacht. Jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Ja, Mahmoud is hier. Dat is lang geleden, Mahmoud. Mahmoud die is iemand die, ja, je ziet, hij kan lastig praten. Maar deze jongen laat zien
dat alles, maar dat alles ook echt mogelijk is. Ik heb echt, meen ik oprecht, ik heb diep respect voor deze jonge man. Want waarvoor ik nu even in een soort van breaking news kom, is omdat Mahmoud iets wil doen voor een ander. Ja, jij gaat iets voor een ander doen, hè? Ja. Mahmoud, dames en heren, die is geld aan het inzamelen om iets voor andere gehandicapten te doen, toch? Ja. In Marokko. In Marokko, dames en heren. De laatste 10 dagen van de Ramadan gaat hij voedselpakketten uitdelen. Ja. Dus Mahmoud, kijk, jullie mogen het best zien. Even kijken. Kijk eens. Hier. Je ziet het. Hey, trouwens, wat zijn dit voor schoenen? Dit zijn dikke schoenen, vriend. Dit is echt lastig om hiermee in Marokko te reizen. Maar hij gaat het wel proberen, toch? Ja. Of niet? Want wij zijn echte... Echte mannen. Echte mannen. En nu vraagt Mahmoud eigenlijk of jullie hem willen steunen. Dus niet hemzelf, maar de andere mensen in Marokko. Ja. Dus, wil je gaan steunen? Wat moeten ze doen? Ze moeten eigenlijk in de link... Moeten ze gaan kijken hier beneden, toch? Ja. Dus ze gaan een iftar voor armen doen. Dus een iftar, ja, dat is... Daklozen. En voor daklozen. En iedere maaltijd bestaat uit nasi met kip. Oh ja, nasi met kip. Ja, vriend. Hardgekookt eitje, brood, half liter water, half liter melk en dadels. En uiteraard worden daar foto's van gemaakt die ik later in de video zal laten zien aan jullie. En iedere voedselmaaltijd die kost... €5,25. Dus doneer wat je kan. Ik zet in de link waar je kan doneren. En dan gaan we allemaal mensen blij maken. Maar wat deze man doet, dat laat zien dat we altijd aan anderen moeten denken. Kijk altijd naar een situatie wat beter is dan jij, maar ook situaties wat minder is dan jij. En holla, Mahmoud, oprecht, echt respect. Stichting. Stichting Allround, of niet? Super bedankt. Wel doneren. Nogmaals, kijk in de beschrijving. Doe het gewoon alsjeblieft. En laten we elkaar in ieder geval helpen. Doe wat je kan. Arrivederci. Dank aan jullie. Nee, ze eten geen chips. Eten? Nee, joh. Nee, joh, kom. Sorry. Hij eet niet eens snoep. Kom, loop, joh. Sorry, mensen. Kijk eens, hij eet niet eens troep. Nou, mensen, is je slaap gewoon? Mag het? Wat? Een beetje hoog. Sorry. Nou, mensen, in ieder geval. We gaan nu even lekker wat eten bij De Marok in Amsterdam. Of niet, Gadish? Ik heb echt trek. Kijk eens. Is die niet lief, deze gozer? Hè? Is die niet lief? Kijk in de schaal, jongen. Zo. Eet smakelijk, jongen. En? Lekker. Ja. Jawel, mensen. Hier zijn we weer. Jawel, mensen. Hier zijn we weer. Lelijk. Zeg je net lelijk tegen mij? Zeg je lelijk tegen mij? Huh? Mensen, wij hopen dat jullie het een super toffe video vonden. Vandaag was echt super tof bij Sprookjes Wonderland. Dit is niet iets voor 18+, alleen met je matties daar, je weet toch, chillen en zo. Maar dit is echt, als je met je gezin wil, of je neef, je nichtje blij maken, of wat dan ook, is het zeer zeker een aanrader. Ik word hier niet voor betaald, dus het is niet zo dat ik reclame voor hun maak, omdat ik hiervoor betaald krijg. Maar... Wat ga jij nou weer doen? Wat doe je? Sorry, die was zo heel apart. Wat moeten de mensen doen eigenlijk, Bilal? Abonneren, want wij zijn echte... Sorry. Oké. Ga ik je dan vragen? Ja. Nee, rustig. Je bent echt een oom, hè jij. Oké, waar was ik gebleven? Wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Positiviteit. Aarde. Arbeid.